Nou, dat is nou leuk. Daar fietst de demissionair minister-president Jan-Peter Balkenende. Meneer Balkenende, fiets even een stukje mee. Ja, dat lijkt me ontzettend leuk. Ik vind het een fantastische actie die hier wordt gehouden. Ongelooflijk goed, prima initiatief. En ontzettend leuk om even met jullie mee te fietsen. Even lekker op de fiets, is wat anders dan wel of geen koopkracht, behoud, miljarden bezuinigingen. Gaat u dat nou nooit vervelen, die gesprekken elke dag maar weer? Nee, kijk, het is campagnetijd. En dat betekent stilstaan bij de toekomst van Nederland. Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Nederland moet door een lastige fase worden geloodst. En ik ben zelf zeer gemotiveerd om ook met de mensen van het CDA-team er flink tegenaan te gaan de komende weken. Het gaat ook ergens over en veel debatten. Hoe hard fietst u eigenlijk nu? Ik zie hier staan 19, kan dat? 19 kilometer per uur, dat is een mooi tempo. Ja. Bent u een beetje fietser? Tegenwoordig komt het minder voor. Vroeger wel. Ik heb ooit samen met mijn broer en een vriend een racefiets zelf gebouwd. En dan gingen we regelmatig fietsen. Bij de Ronde Hoep in de buurt van Amstelveen. Ja. Dat is altijd heerlijk. En fietsen is natuurlijk fantastisch. Nou fietsen wij om te strijden tegen kanker. Opbrengst gaat naar KWF kankerbestrijding. Is dat een ziekte die u raakt? Ja, ik denk dat voor iedereen wel geldt dat je of in de kennissenkring of in de familiekring mensen hebt die geveld zijn door kanker. En het is ongelooflijk diep insnijden in het leven van mensen wanneer je door die ziekte wordt getroffen. Ik heb dat zelf ook ervaren. Mijn schoonmoeder, ik was maar enkele maanden premier toen is zij overleden aan borstkanker. En ook laatst iemand bij ons in de straat, nog een jonge vrouw, ook overleden aan kanker. En dat zijn maar twee voorbeelden, ik kan natuurlijk heel veel meer noemen. En het doet enorm veel pijn. Ook het verhaal van soms dat mensen door die ziekte worden getroffen. En dan worden ze behandeld en dan krijg je het bericht. Nou, je bent schoon en vervolgens komen zaken weer terug. Ik vind dat in triest. En daarom vind ik het ook zo goed dat we ook tegen elkaar zeggen, het is een vreselijke ziekte. Maar laten we er alles aan doen om door middel van onderzoek en andere activiteiten te zorgen dat we zoveel mogelijk kunnen doen om tot nieuwe inzichten te komen, tot nieuwe therapieën. En vooral omdat we willen stilstaan met de gevolgen van mensen. En dat is gewoon heel erg triest, ontzettend moeilijk. En daarom vind ik dit zo'n ongelooflijk goede actie. Jullie zetten je in voor hele moeilijke zaken. Daar voeren wij campagne voor dat Powervrouwenteam, om geld bij elkaar te krijgen. Ja, we zitten in hetzelfde schuitje. U voert campagne om zoveel mogelijk stemmen voor het CDA binnen te halen. In mijn campagne is het zo dat ik heel onbeschaamd aan iedereen gewoon vraag, geef alsjeblieft ook een beetje, doe mee. Dat we allemaal een beetje geven, dan bereiken we met z'n allen de top van die berg. Ja. Ik kan het niet nalaten ook u te vragen. Kan de regering nog iets voor ons betekenen, meneer Balkenende? We willen 150.000 euro. Dat is keurig onder de Balkenende-norm. Dat moet bij de publieke omroep. Ja. We zijn lekker op weg. Elk setje is er één. Ja, in dit plaats heb ik niet deze verantwoordelijkheid. Maar ik vind ook dat we op moeten passen om te snel naar de overheid te gaan kijken. Want wat ik nu goede vind van deze actie, dat is dat je juist met elkaar hierbij stilstaat. En het moet ook uit mensen zelf voortkomen. En wanneer je zegt het komt van de overheid, dan is het toch weer de belastingbetaler die anoniem wordt aangesproken. Terwijl ik het veel mooier vind als mensen zich inzetten voor zo'n doel. Maar dat je hebt vaak van die acties, dan doet de overheid opeens wat. Ja, maar er wordt ook wel eens een keer van gezegd van moet je het altijd via die automatisme laten lopen. Mag ook van meneer Balkenende zelf komen. Ik vind, iedereen mag worden aangesproken op dit belangrijke doel. Omdat eigenlijk ieder mens ook raakt. Dus onze actie wordt daarmee ook een beetje uw actie? Ja, zo voel ik het wel. Ik vind het een belangrijke actie. En kijk, het idee van de Alpe opfietsen, om daarmee geld binnen te halen, vind ik heel erg goed. Het is een sportieve prestatie. En niet eenvoudig, want het is een stevige klim. Maar het gebeurt met de beste intenties. En er zit ook iets bij van teamsport. Samen die berg op. Kijk, als je in de sport wil excelleren, dan heb je een paar dingen nodig. Je moet precies weten wat je wilt bereiken. Je hebt een goed schema nodig, een trainingsschema, een strategie. Dat is het ene dat belangrijk is. En het tweede wat echt nodig is, dat is het hebben van een team. En samen kom je verder. En dat gebeurt ook met een actie als deze. Maar dat gaat evenzeer in die strijd tegen die vreselijke ziekte. Volgens mij moet u hier rechtsaf, dan links en daar dat bergje op. Dan komt u bij Carré in Amsterdam, want dan moet u vanavond debatteren. Hè? Ja, we gaan vanavond debatteren. Er zijn veel debatten deze week, we hebben al een aantal gehad. En er komen er nog vele. Als u rechtsaf gaat, zwaaien we nog een keer. Hartelijk dank. Dat doen we. Goeie reis verder. Tot dan ziens de Balkenende. En heel veel succes. Dank u wel. Dag.